De Thijs ploeg ging de competitie goed van start en kreeg met Syncopie op bezoek de gelegenheid om een klof te slaan. Syncopie wil absoluut naar de kruisfinale en kan dus maar beter winnen. Syncopie komt op voorsprong via Yves van Harneveld. Syncopie blijft de weg naar de korf goed vinden, maar toch is het hier Kwik dat scoort. De bezoekers hebben meteen een 2-punten kloof en dat wil Kwik niet geweten hebben. De 2-3 van Lisbeth Bollaerts. Kwik moet blijven achtervolgen. Normale korf scoor je eenmaal, tenzij de scheidsrechter er anders over beslist. Een 5 meter eenmaal, dit voor de tweede maal, om dan uiteindelijk de 4-6 via strafworp te scoren, genaamd Robin Graham. Ook de bezoekers krijgen hun strafworp op 5-8. Kwik geeft niet op en dwingt de bezoekers tot fouten. Via Ken Vissers komen zij op 7-8. Met nog 1 minuut te gaan komt de thuisploeg na hard werken op gelijke hoogte, de 8-8. De thuisploeg wil absoluut op voorsprong alvorens koffie te gaan drinken en door een terecht geblazen fout en bijgevolg de strafworp gaat Kwik rusten met een 9-8 voorsprong. Indien Syncopie geen slechte zaak wil doen, moeten ze vol aan de bak in de tweede helft, de 9-9 van Harneveld. De thuisploeg wil echter niet buigen en doet er alles aan om op voorsprong te blijven, de 10-9 van Ken Vissers. De 11-10 van en aansluitingstreffer van Syncopie is alvast een zeer discutabel punt. Deze laatste korf slaat de thuisploeg even uit zijn lood en het zijn de bezoekers die via Johan Moons op gelijke hoogte komen, de 11-11. Toch herpakt Kwik zich meteen en wil de punten in eigen arena houden. De schitterende 12-11 van Ken Vissers. Syncopie wil absoluut de winst mee naar huis nemen en komt op voorsprong 12-13. Syncopie heeft ondertussen een 3-punten kloof en de thuisploeg doet er alles aan om de aansluiting te vinden. De 16-18. Toch is het Syncopie dat na een discutabele wedstrijd de punten mee huiswaarts neemt na een 17-21 einduitslag. Daarmee doen ze alvast een zeer goede zaak en springen ze over Kwik naar de eerste plaats in het algemeen klassement. Natuurlijk ben je teleurgesteld in het resultaat. Want je hoopt zulke wedstrijden zeker hier thuis altijd naar je hand te kunnen zetten. En zeker met een eerste helft waar je toch met 1 doelpunt voor alsnog. Eerste 2 doelpunten achter en je gaat toch nog met 1 doelpunt voor rusten. Dus probeer je in die tweede helft die wedstrijd naar je kant te trekken. Maar door omstandigheden is ons dat niet gelukt. Ik denk eerlijk gezegd dat we het grootste deel van de wedstrijd hebben gedomineerd. Toch zeker de duels hebben we gedomineerd. We hebben enkel de eerste helft hadden we het afwerkend een beetje moeilijk op een aantal posities. Waardoor we die kloof van 3 die we hadden niet hebben kunnen uitbouwen. En waardoor we eigenlijk dan de rust ingaan met een achterstand. Die een beetje ongelukkig was, aangezien we toch wel een merendeel van de eerste helft boven lagen. 2 punten binnen, dat geeft altijd een goed gevoel. Nu, het was weer een moeilijke wedstrijd natuurlijk. Kwik heeft laten zien dat ze toch wel een sterke tegenstrever zijn. Nu, bij de rust denk ik 8-8 of 9-8 voor Kwik. Maar ja, we hebben 2,5 goed rechtgezet, denk ik. Dus ja, 2 punten zijn binnen en daar zijn we zeer tevreden mee. Ik denk dat we vandaag niet te hard genoeg vochten voor elke bal, gelijk dat we de vorige 2 wedstrijden wel hebben gedaan. Aan de andere kant zat er even een overwinning in, denk ik. Een paar scheidsrechterlijke betwistingen, maar dat kan even goed voor de andere ploeg zijn geweest. Dus ik denk misschien, ja, terecht verloren toch wel.